In deze video gaan we het hebben over quotiënten van een veelterm en een eenterm. Hoe bepaal je het quotiënt? Deel elke term van de veelterm door de eenterm. Herleid en rangschik. Dus hoe gaan we te werk? Je hebt 25a tot de derde macht gedeeld door 5a. Dus je gaat 25 gaan delen door de 5. En dan weet je met de rekenregels van de machten dat je je exponent bij een deling moet gaan aftrekken. Je hebt hier exponent 3, hier heb je exponent 1, dus je hebt 3 min 1. Wat krijg je dan als antwoord? 25 gedeeld door 5 is 5. En dan heb je a tot de tweede macht over. Dus bij een product moet je je exponenten optellen. Bij een deling moet je de exponenten gaan aftrekken. Dus dat zijn de rekenregels van machten die hierin terugkomen. Hetzelfde voor de volgende oefening. Dus je moet de coëfficiënten, dus je getalletjes, je getalfactoren gaan delen door elkaar. Dus je gaat 36 gaan delen door min 12. Voilà. En dan ga je je exponenten van elkaar aftrekken. Je hebt r tot de eerste macht. En nog eens tot de eerste macht. Dus dat is 1 min 1. Dus dan krijg je 36 gedeeld door 12 is min 3. Dus gedeeld door min 12 is beter min 3. R tot de nulde macht. Maar r tot de nulde macht, dat schrijven we niet. Dus eigenlijk heb je gewoon min 3 over. R tot de nulde macht, niet vergeten, dat is 1. Dus min 3 maal 1 is min 3. Dus het is niet 0, mensen. Het volgende net hetzelfde. Dus dat dat nu in een breuk staat of met een gedeeld doortekentje, dat blijft hetzelfde. Dus we gaan hier 12 gaan delen door 3. En dan ga je je exponenten van de gelijksoortige 1 term van elkaar aftrekken. Dus je hebt x tot de derde min 1. Want je hebt hier exponent 3 staan. En hier exponent 1 staan. Dus 3 min 1. I tot de tweede macht zie ik in de teller staan. Tot de eerste macht in de noemer. Dus 2 min 1. 12 gedeeld door 3, dat is 4. Je hebt dan x tot de tweede macht over. En I tot de eerste macht, dus gewoon I. En dat is het antwoord. Bij de volgende oefening op dezelfde manier. Let op, hier heb je al een veelterm. Op dezelfde manier zoals daarnet, dan past je eigenlijk die rekenregel ook toe. Dus je gaat elke term van de veelterm gaan delen door die 6x. Dus je gaat dat eens doen met 12x tot de derde macht. Je gaat dat eens doen met min 18 tot de tweede macht en eens met plus 24. Dus als tussenstapje krijg je 12x tot de derde macht gedeeld door 6x, min 18x tot de tweede macht gedeeld door 6x, plus 24x gedeeld door 6x. We rekenen het dan daarna uit, dus dan krijg je 12 gedeeld door 6 is 2, x tot de derde macht gedeeld door x is x tot de tweede macht. Min 18 gedeeld door 6 is min 3. X tot de tweede macht gedeeld door x is x tot de eerste macht, dus gewoon x. Plus 24 gedeeld door 6 is plus 4. X tot de eerste macht gedeeld door x tot de eerste macht is x tot de nulde macht, dus gewoon maal 1, dus is gewoon 4. En dan ben je klaar. Ja. Dus dit gaat natuurlijk, als ik op deze manier reken, al een stukje sneller. Deze tussenstap hoeft voor mij niet, hè. Je mag het gerust weglaten. Je mag direct het antwoord noteren. Want dit is soms ingewikkelder om op te schrijven dan direct het antwoord. Maar vergeet niet de rekenregel van de exponenten toe te passen. Dus van de machten toe te passen. Op dezelfde manier voor de volgende oefening. Dus, als we kijken, gaan we de 3a gaan delen door de 18. A tot de derde macht. 1 tot de deel door doen bij de 21a tot de tweede macht. En eens gedeeld door doen bij de min 6a. We noteren dat eens. Als een tussenstapje. 18a tot de derde macht gedeeld door 3a. Dan plus de 21a tot de tweede macht gedeeld door de 3a.
En dan eens de min 6a gedeeld door de 3a gaan uitrekenen. Wat krijg je dan als antwoord? 18 gedeeld door 3, dat is 6. A tot de derde macht gedeeld door a tot de eerste macht, dus 2 min 1 is a tot de tweede macht. Plus 21 gedeeld door 3 is plus 7. A tot de tweede macht gedeeld door a is a, dus a tot de tweede min 1. Dan krijg je a tot de eerste macht gewoon a. En dan heb je nog min 6 gedeeld door 3 is min 2. A gedeeld door a is a tot de nulde macht, want je hebt de exponent 1 min 1. Dus gewoon vermenigvuldigen met 1. Min 2 maal 1 is min 2. Dus gewoon min 2 noteren. En dan heb je als laatste. Eigenlijk is het hetzelfde, maar in plaats van dus deze oefening is gelijkaardig als deze bovenstaande oefening. Maar in plaats van met een gedeeld door tekentje doen ze het nu met een breukstreep. Dus hier 21a tot de tweede macht gaan we gaan delen door 3a. Nog eens opnieuw, 21a tot de tweede macht gedeeld door 3a. Dan is de min 6a gedeeld door 3a. En dan is de plus 18a tot de derde macht gedeeld door 3a. Dan is het de bedoeling dat je gaat gaan uitrekenen. 21 gedeeld door 3 is 7. A tot de tweede gedeeld door a is a tot de eerste macht, dus gewoon a. Min 6 gedeeld door 3 is min 2. A gedeeld door a is gewoon a tot de nulde macht, gewoon min 2 dus. Plus 18 gedeeld door 3 is plus 6. A tot de derde gedeeld door a is a tot de tweede macht. Ik zie in deze oefening dat die niet gerangschikt is. Dus volgens de afspraak moeten we deze nog gaan rangschikken. 6a tot de tweede plus 7a min 2. We hebben de oefening gerangschikt en dan zijn we klaar. Goed, dus let hier heel goed op met je exponenten. Je moet je exponenten altijd van elkaar aftrekken. Staat er geen exponent, dan staat er normaal gezien een 1. Heb je exponent 0 over, dan vermenigvuldig je met een 1. Dus dan kom je gewoon een getalletje uit. Oké. Ziezo, dan zijn we klaar. En dan kan je de oefeningen, of de toetsvragen maken, 5 en 6. Deze verbeteren, planning aanvullen en oefeningen maken. Succes!